Hey, welkom bij het cluster Bestuur en Recht. In deze explainer leg ik jullie kort het verschil uit tussen bestuurskunde, HBO-rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Laten we gelijk beginnen. Er zijn duidelijke verschillen in de kern van iedere opleiding. Bij bestuurskunde werk je aan complexe maatschappelijke vraagstukken in een stedelijke omgeving. Wil je juist alles leren over wet en regelgeving? Dan is HBO-rechten misschien wat voor jou. Bij Sociaal Juridische Dienstverlening, afgekort SJD, draait het allemaal om mensen helpen bij het oplossen van hun sociaal-juridische problemen. Laten we inzoomen op de inhoud van de opleidingen. Binnen bestuurskunde richt je je tijdens de opleiding op het leggen van verbanden tussen burgers, politieke partijen en andere betrokkenen. Zo ga je op zoek naar nieuw beleid of oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bij HBO-rechten leer je hoe je juridische processen organiseert en leer je te werken met legal tech. Dit is specialistische juridische software. En bij SJD, daar zoek je naar oplossingen voor sociaal-juridische problemen. Je kijkt naar de wet, maar houdt altijd rekening met de persoonlijke omstandigheden van een cliënt. Je hebt nu een beeld van de opleidingen inhoudelijk. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een bestuurskundige probeert de verschillende belangen van betrokken partijen in kaart te brengen en te verbinden. Met HBO-rechten benader je juridische kwesties vanuit wet en regelgeving. Maar beoordeel je ook of andere niet-juridische oplossingen mogelijk zijn. Een SJD'er benadert juridische vraagstukken vanuit kennis van het recht en de mens. Je zoekt vaak samen met organisaties naar passende en duurzame oplossingen. En wat kun je er dan na je studie mee worden? Met een diploma bestuurskunde op zak kun je aan het werk als beleidsmedewerker, bestuurlijk adviseur of bijvoorbeeld politiek assistent. Studenten die HBO-rechten hebben afgerond worden onder meer bezwaarjurist bij de gemeente, jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar of legal tech consultant. Als SJD'er kun je ook heel veel kanten op. Word bijvoorbeeld juridisch medewerker bij het juridisch loket, leerplichtambtenaar of schulddienstverlener. Dat waren bestuurskunde, HBO-rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in het kort. Welk van deze 3 opleidingen past het beste bij jou?